heb hier een nieuwe cyclaam. Dit is de Super Serie Petticoat. En die naam die kan je al een beetje herkennen aan de vorm van de bloem. Het ziet er eigenlijk uit als een petticoat, zo'n rokje. Hij is heel erg mooi en vooral van onder bekeken zie je dat die bloem heel erg mooi eruit ziet. Hij is heel erg bijzonder aan de onderkant. Daardoor is hij ook heel erg geschikt om in bijvoorbeeld hanging baskets te gebruiken. Zoals ik hier bijvoorbeeld heb gemaakt. Dan kijk je ook als je hem hoog ophangt heel mooi direct in de bloem. En dan zie je ook wat de schoonheid is van die plant. Maar wat ik ook wel weer heel mooi vind bij deze plant is als je hem zo bekijkt. Dat hij er ook wel heel erg speels uitziet. Vaak is het een wat strakkere plant. Maar juist doordat hij zo mooi wijd open gaat, vind ik dat hij een hele speelse uitstraling heeft. Nou, ik wil deze dan ook op een landelijke manier gaan oppotten. En ik ga in deze bak ga ik er 3 zetten. Eentje helemaal naar de buitenkant. De andere gaat wat meer naar het midden toe. En tegen de achterkant aan van deze pot, zodat het mooi verspringt van elkaar. Op deze wijze. En als laatste komt hier nog een plant. Dat houdt in dat ik aan de zijkanten veel ruimte overhoud, want een cyclaam heeft het liefste eigenlijk van onderaf water. Dus het beste is eigenlijk om met een potnel in een schoteltje te zetten, zoveel water erin, even vol laten zuigen en daarna weer uit laten lekken en dan terug in de sierpot. Denk je nou van ik heb misschien te veel water gegeven? Bij deze serie zit onderop nog een klein stopje. Die kan je eruit halen en dan weet je zeker dat het overtollige water heel makkelijk weg kan lopen. Nou, hij staat in dit geval binnen, dus die stop die gaat weer in. En dan gaan we eens kijken hoe we hem verder kunnen afwerken. Nou, ik wil de potgrond natuurlijk niet zien, want dat is voor het watergeven wel makkelijk, maar dat vind ik niet zo mooi. Dus ik heb hier wat mos en dat doe ik hier voor eroverheen, zodat je dat potgrond zo min mogelijk ziet. Maar ook hier aan de achterkant, die plekken wat ideaal is om water te geven, leg ik even wat mos neer. En dan zie je al dat het daardoor een veel natuurlijkere uitstraling krijgt. Nou, ik wil juist dat landelijke, natuurlijke wat meer gaan uitnutten. Dus wat ik hier heb, zijn wat takken. En daar zit al van nature wat mos op. We hebben hem wel whitewash gemaakt. Maar moet je eens kijken, als je dat er zo overheen legt, dan krijg je eigenlijk al vanzelf een hele mooie natuurlijke uitstraling. Op deze wijze. Nou, dan kan je verder nog even kijken naar kleine details om eraan toe te voegen. Bijvoorbeeld om er wat dennenappels bij te doen. Op deze wijze. Dan krijg je nog meer dat die landelijke uitstraling krijgt. En aan de achterkant zou ik zelfs nog even kunnen kijken of we hier één grote dennenappel in kunnen doen. Zo. En dan moet je kijken wat je op deze manier maakt. Op een hele eenvoudige manier. Een heel mooi, landelijk, romantisch stuk.